iedereen, wat leuk dat jullie weer terugkijken naar couture.com. Mijn naam is Naïssa Chanchan en vandaag staan wij aanwezig in Palmentuin in Suriname. Palmentuin staat bekend om de prachtige palmen. Ik neem jullie vandaag met ons mee. Je man, van Paramaribo naar Volendam, Damaru en Jan Smit, ik heb een tuintje in mijn hart, oké? Er staan drie leuke dames die ik net ben tegengekomen. Ik ga ze heel even voorstellen. Wat is jouw naam? Danien. Maaike. Malieke. Oké, nou vroeg ik jullie net al. Jij bent op vakantie hier? Ja. Voor hoe lang? Tot zondag. Ik was hier 10 dagen. Oké, en hoezo zo kort? Omdat ik mijn vriendinnetje niet zo lang kan missen. Wat leuk! Ja. En jullie twee, ze wonen hier? Ja, wij lopen hier eigenlijk allebei stage voor 5 maanden. En ik ben hier ongeveer 4 weken geleden aangekomen. En voor wat voor stage doe je? Ik loop stage op de Stichting Tana. Dat is eigenlijk een school. En de jongeren, dus tot ongeveer 25 jaar. Ja. En die krijgen daar een, in principe hoe ze het noemen, een tweede kans in de maatschappij. Dus er worden... zijn vooral jongeren die hun opleiding niet hebben afgemaakt of middelbare schooltijd of de basisschool zelfs niet. En die willen graag aan werk komen, dus zodoende komen ze daar om een opleiding te volgen van ongeveer 8-9 maanden. En daarna krijgen ze een papiertje en kunnen ze gaan werken. Wauw, toch mooi hè, dat Suriname toch zoiets heeft hè, voor de jongeren die dat niet makkelijk hebben gehaald. En hetzelfde geldt ook voor jou, jij werkt bij dezelfde stichting? Nee, ik doe ook een andere opleiding en ik loop stage bij het psychiatrisch centrum van Suriname. Oké, daar wil ik straks graag meer over weten. Heel even naar jou, want jij bent hier allebei komen wonen. Hoe lang woon jij hier al? 5 weken ongeveer nu. Oh, 5 weken. Ja. Hoe vinden jullie tot nu toe in Suriname? Ja, heel anders. Is het de eerste keer? Ja, het is de eerste keer Suriname. Ja, het is heel anders. Sowieso het klimaat natuurlijk. Het weer is super fijn, super anders dan in Nederland. In Nederland kwamen we natuurlijk vanaf -5 en dan kom je hier ineens in 30 graden. Dus het scheelt een aantal jasjes. Maar we hebben ook al wat tripjes gedaan naar het binnenland. En de jungle, ja, is super leuk en een super mooie ervaring om dat mee te mogen maken. Geweldig om dit te horen. Jij bent op vakantie, dus was het je eerste keer in Suriname? Ja, ook de eerste keer. En hoe bevalt het jou? Tot nu toe heel leuk. Ja. Ja. Is voor herhaling vatbaar? Ja. Ja, want anders was ik nooit op vakantie geweest hier hoor. Dus dat zij er naartoe ging. Nou, mooi om te horen. Ik ben heel blij dat jullie het goed hebben gezetteld hier zo. Hè? Dat wonen in Suriname, het moet maar even een grote stap, hè? Ja. Had je geen moeite ermee? Ik moet zeggen dat ik echt de hele tijd liep van, oh, ik ga naar Suriname. En dan de dag van vertrek, zeg maar, is het toch best wel lastig om iedereen achter te laten. Dus, maar voor je het weet zijn die 5 maanden zo voorbij, hè? Ja, precies. Ja, er zit al een maand op, dus het is nog maar 4 maandjes. Dus het gaat heel snel. Nou, dames, ik wil jullie alle twee even bedanken voor deze korte interview. Dan wil ik heel even met jou verder praten over jouw stage. Want dat is best wel interessant, dat Suriname ook wel een psychiatrie heeft hier. Kom even naast me staan. Wij in Nederland zijn best wel goed geregeld wat betreft een GGZ-instelling. Ja. Als er wat is, dan kunnen we gelijk bij de dokter. Hoe gaat het hier in Suriname? Ja, hier is wel wat anders. In Nederland hebben we echt hokjes en hier is dat minder. De medicijnen zijn iets minder belangrijk en het is meer op het geloof. Mm-hmm. Dus ja, ik ben zelf atheïstisch, dus dat is wel echt een omschakeling. Ja. En want je moet natuurlijk wat je zegt, het geloof moet je dan leren kennen om die mensen goed te kunnen begrijpen en te helpen. Hoe gaat het tot nu toe daarmee? Ik sta wel voor alles open, dus ik vind het wel fijn om ook te zien dat mensen heel hecht zijn als familie en met het geloof heel veel dingen kunnen doen. Dus ik heb er zelf niet zoveel moeite mee. Nee. Kan je iets meer vertellen inderdaad over de GGZ, het verschil tussen Nederland en Suriname? De medicijnen zijn hier wat minder belangrijk. Het is wat meer op het geloof. Familie is hier wel een stuk hechter. Dus dat is wel heel mooi om te zien. En de benaderingswijze is wat anders. In Nederland wachten we iets meer af. En hier moet het allemaal wat sneller. En is het soms wat harder qua benadering. En dat is wel even wennen. Ja. En kan jij misschien een kleine voorbeeld geven wat je tot nu toe zelf al hebt meegemaakt? Je hoeft geen namen te geven wegens privacy. Dat weten we ook. Maar misschien een verhaal.
Ja, dat is lastig. Maar een klein dingetje. Ja. Hoe ziet de psychiatrie bij de mensen hier eruit? Bijvoorbeeld in Nederland weten we ongeveer de kenmerken. Hebben we doelgroepen inderdaad, verschillende doelgroepen. Hoe zit die? Ja, hier heb je ook wel verschillende doelgroepen. In Nederland hebben we echt overal aparte afdelingen voor. Hier komt het iets meer bij elkaar, dus iets minder gescheiden. Maar over het algemeen de richtlijnen van de doelgroepen zijn wel hetzelfde. Ja. Nou, heel mooi. Ik wens jou heel veel succes hiermee. Ik vind het heel knap dat Suriname ook zoiets heeft. Het is best wel belangrijk. En doe je ding. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het uitleggen. Ja, graag gedaan. Naast mij staan twee heren die sinds gisteren hier in Suriname zijn gekomen. Welkom. Dankjewel. Wat is uw naam? Ronald. Ronald en uw naam? Dennis. Ronald en Dennis, hoe vinden jullie tot nu toe hier? Fantastisch, lekker weer. Ja? Is het de eerste keer voor u? Nee, tweede keer. Ik ben eerder voor werk geweest en nu voor om vakantie. Om te genieten? Ja. Ja, oh, ja, leuk. Ja. En die van u? En voor mij spannend. Ik ben na 40 jaar weer hierheen gekomen. Ja, dan is het zeker spannend. Want bent u hier geboren? Ik ben hier geboren. Toen ik 14 ben ik hier, ja. Kunt u nog Surinaams? Heel goed. Fawaka, Lasambon, Nyang Switi. En ik praat ook heel vloeiend Javans. Dus, Oké. Ja, ik ben in Marienburg geboren. Oh, suikerplantage. Dat is ver van hier? Nee, het is gewoon een klein uurtje rijden. Dus dat gaan we ook zeker doen. En u slaapt wel hier in de buurt? Torarica Hotel. Zo, lekker hoor. Torarica Hotel. En nou, wat hebben jullie tot nu toe gedaan? Jullie zijn dan gisteren wel gekomen, maar tot nu toe? Wat? Nou, nu een beetje rondje door de stad. En dan morgen willen we in ieder geval naar zijn geboortedorp. Ja, spannend hoor. Ja, zeker. We hebben lekker gegeten. Ja. Het weer. Het is een mooie omgeving. Dus wij proberen gewoon overal te genieten. Hoe gaan de mensen reageren als ze u terugzien? Ik ben benieuwd. Ik denk dat ik niemand ken. Want vroeger had ik zo lang haar en nu heb ik niks meer. Oh ja, kaal! Niet kijken! Dus ik denk als ik daarin kom, dan waar die fabriek waar mijn vader altijd gewerkt heeft, ja. Schijnbaar dat het niet meer is, museum hoor ik. Okay. Ja, en dan ga ik even kijken, ik ben nu benieuwd. Ja, nieuwsgierig. Ik heb heel veel familie. Ja. Heel erg spannend, ja. Heel spannend, ja. Ik heb wel zin in. We hebben een auto gehuurd, die komt eventueel, die hebben we vandaag gehuurd. Dus we gaan makkelijker met bewegen. Ja, dat zeker. Dat is toch een stukje rijden, zeg maar. Dat gaan we proberen doen. Nou, wel dacht dit hoor. Kunt u al Surinaams? Nee, geen woord. Alleen hele vieze woorden, maar die ga ik niet zeggen. Nou heren, willen jullie misschien nog tegen de mensen iemand de groeten doen? Of daar begin ik even nou, bij. Wie is het? Zijn familie denk ik wel. Oké, ik zou zeggen van, kom maar, kijk er weer. Lekker eten. Rustige mensen, lekker relax. En geniet er maar van. Misschien wat in het Javaans? Kaperene. Mijn Suriname. Ape. Oké, en u? Ik zou het niet weten. Sorry. Ik heb geen familie in Nederland. Daar groeten allemaal. Ja. Ja. Nou, in ieder geval geniet ervan en heel veel plezier, hè? Ja, dankjewel. En jullie ook. Voor plezier. Dank jullie wel. Oké, succes verder. Naast mij in de Palmetime is meneer Raoul. Welkom meneer Raoul. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. U gaf net aan, u werkt. Wat doet u als beroep? Mijn beroep is visser. En waar is dat? Ik ben helemaal aan de Anton Drachtenweg, de Nenewaaf. Ja. We staan hier in Palmentuin. Kunt u wat vertellen over Palmentuin? Zo, Palmentuin. Ik ben geboren met Palmentuin. Zelf nu kan ik mijn kinderen, ik wou mijn kinderen eergisteren zelf naar Palmentuin brengen. Maar kijk hier. Kijk hier zelf. Al 2 weken staken ze. Oh jee. Oh, ze zijn aan het staken? Ja, toch. Kijk, hier kan je het maken niet schoon. Hier, kijk, de speeltuin. Ze staken. Ik wou eergisteren mijn dochter hier brengen, maar ja. Maar kunt u me vertellen, want ik wist niet dat ze aan het staken zijn. Waarom staken ze? Zo, die arbeiders willen verhoging van hun geld. Dus sinds vorig jaar vechten ze voor verhoging van hun geld. En dan hebben ze gezegd dat we dit maand gaan staken. U bent visser als beroep. Hoe bevalt dat? Zo, ik kan jezelf kijken mijn handen. Kijk mijn handen, visser als beroep. Dus ik ga eerlijk zeggen, ik wil niet stelen. Ik heb drie meisjes, ik moet hard werken. Zo, ik ben nu 32 jaar, mijn vader zelf heeft me nooit verzorgd. Dus ik wil dat niet met mijn dochters doen. Dus ik wil ze blijven verzorgen, maar ja. Het is lastig in zo'n situatie. Ja. Om streed te blijven. Ja. Ja. Dus u ervaart het wel heel zwaar in Suriname? Ja. Heel zwaar. Heel dus, boy. Zo lees je meer de weer aan. Echt.
Maar stel, hè, want ik hoor mensen dus inderdaad dat ook zeggen. Hè, maar staan jullie dan niet op? Of willen jullie dan niet dit laten veranderen? Of doen jullie niet iets hiervoor? Al 15 jaar zoeken we naar verandering, hoor. Al 15 jaar. Dus ik hoop dat deze verkiezing een verandering komt, weet je. En voor wie gaat u stemmen? Of wilt u dat niet zeggen? Zo, dat wil ik nog niet zeggen, hoor. Dat begrijp ik. Oké. Oké, maar ik ben... Ja, dankjewel, Werkse. Ja. En dat hou je goed, hè. Oké. Nou, dan staan we hier te filmen en dan zie ik drie jongeren die zo leuk aan het dansen zijn. Ik ga ze heel even voorstellen. Wat is jouw naam? Chanel van Henry. En jouw naam? Michael Mathé de Kromo. En die van jou? Stefano Vro. Wat leuk. Nou, jullie zijn hier gekomen, want jullie zitten in een dansschool, op een dansschool. Een dansschool, ja, dat klopt. En hoe heet die dansschool? We hebben een dansschool gemaakt, die heet de Lisa Creel. De Lisa Creel. En wat voor soort dans dansen jullie? Danshal, afro, hip-hop, breakdance. Wauw, nice. En doen jullie dit al vanaf kleins? Ik ben sinds 11 jaar was ik begonnen met dansen. Dus ja, vanaf kleins. En wie jou? Voor mij eigenlijk niet, hoor, want ik ben die DJ hier. Oh, je bent de DJ? Ja. Dus binnenkort zien we jou op tv, DJ? Nee, niet zo erg. Maar ik probeer mezelf te trainen ervan. Goed zo. Ja. Hey, nou even een vraag. Ik ben best wel benieuwd, hè. Hoe is het voor jullie jongeren hier in Suriname? Dan ga ik even bij jou beginnen. Oké, het is leuk in Suriname. Hier ben je vrij. Je kan alles doen. Eten, drinken, dansen, overal. Yeah. En het is echt leuk, vooral als je ook meestal bij bepaalde plaatsen gaat en zo waar mooi is. Mm-hmm. En ja, vele mensen uit het buitenland komen het meest ook naar Suriname. Mm-hmm. Dat ze ook niet echt zo vrij zijn waar ze ook zijn, yeah. in het buitenland. Mm-hmm. Dus dan gaan ze misschien ook hier komen om gezelligheid. Juist, ja, om gezelligheid en zo. Dus zodat ze vrij kunnen zijn en ja. Dus hier kan je van alles doen. Je bent vrij, het is leuk in Suriname. Wauw, en jij, hoe vind jij het? Voor mij is Suriname. Ik vind het gewoon een mooi land. Hier kan ik van alles doen. Mm-hmm. Ik kan een danser worden, voetballer, DJ. Maakt niet uit wat. Uh-huh. Ja, maar ik vind het echt leuk hier, man. En hoe zie jij Suriname? Voor mij is het een prachtige land, want ik ben hier geboren. Dus ik moet van mijn land houden. Hè? Yeah. Want ik zou wat ik voor mij had gedaan, dat mijn droom was dat ik in een ander land zou wonen. Maar hier zou ik blijven, voor altijd. Toch wel? Ja, ik zou altijd hier blijven. Maar je kan wel altijd nog reizen en vakantie vieren of... Ja. Bongs up, Nicky bongs up, Nicky bongs up, bongs up, Nicky bongs up, Nicky bongs up, bongs up, Nicky bongs up, Nicky bongs up. Watch how she a gwan, my girl, make your comes up. Bongs up, Nicky bongs up, Nicky bongs up, bongs up, Nicky bongs up, Nicky bongs up, bongs up, Nicky bongs up, Nicky bongs up. Slow wine, then she gone down on the ground so. Catch it on the rhythm, she a wine and a turn so. Back it up, drop it on the ground and make it jump so. Get wild, that she told your man so she loved up. Ik ben Lydia en ik verkoop hier bloemen. Ik doe mijn werk met liefde, met aandacht. De klanten veel aandacht geven, want er zijn veel concurrenten hier. Als je ze niet aandacht geeft, gaan ze weg. Je moet ze flink aandacht geven en ze verwennen. Dan kopen ze wel iets. Het is echt hard geworden. Want je voelt het nu in je zak. Want vroeger kon je nog dit kopen, dat kopen en hoe moet ik kan je nog sparen? Maar nu kan je niet sparen. Je moet alleen werken, eten. Ja, is waar. Ik groet mijn tante die in Hogezand blijft, in Amsterdam, in Drutten. Ik ben Shanta Singh. Ik ben van Scorpio Flowers. Ik ben de eigenares. En ik verkoop bloemen. Mooie bloemen, bloemstukken, grafstukken, bruidsboeketten, boeketjes, losse bloemen. Het leven is hard, maar
Je moet het... Je moet het zelf goed maken. Kijk, als je met die dingen gaat zitten, ga je niet vooruit. Ga je juist ziek worden. Je moet gewoon vrolijk opgewekt verder doorgaan, alsof er niks is gebeurd. Oh, alle familieleden, alle mensen, alle vrienden, alle kennissen, groet ik. En heel veel plezier in Nederland. Dit was het dan weer. Een dagje Palmentime. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Blijf Culturen.com in de gaten houden op www.culturen.com. We hebben Instagram, we hebben Facebook en we hebben ook een Culturen-app. Veel handiger, veel makkelijker, veel beter. Graag zie ik jullie de volgende keer weer. Mijn naam is Nisa Chanchan en namens Culturen.com. Live uit Suriname. Tot de volgende keer.